Welkom bij ACZ. Ik ben Wiebert Nauwens, adviseur duurzame bedrijfsvoering. ACZ is een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Wij zorgen voor verblijf, behandeling, dagbesteding en begeleiding. Met trots kan ik vertellen dat ACZ de Green Deal duurzame zorg heeft getekend. Daarmee gaan we kijken naar duurzaamheid in de breedste zin van het woord. En daar houden we ook ons motto vast. We denken in mogelijkheden en niet in beperkingen. Ik ben Jan Verhocht en ik doe het hier dagbesteding van thuisjes onderhoud. Bijvoorbeeld de achtertuinen onderhoud. Op de Meilenbolder is er ook ruimte voor groen en water, zoals je hier kunt zien. Ik loop nou samen met Jan naar het afvalscheidingsstation van ACZ. En daar wordt papier, karton, hout, staal en groenafval wordt daar gescheiden, zodat het er opgehaald kan worden. Die kan daarheen, die kan daarheen. Plastic. Moet je scheiden houden. Wout, waar zijn die zonnepanelen? Komen we misschien ook om de Neptunuslaan? Hoe zit dat precies? Er is inderdaad gekeken van of de zonnepanelen op de Neptunuslaan kunnen. Ja. En we hebben daar subsidie voor aangevraagd. En die hebben we gekregen. En inderdaad, die zijn besteld. Tot slot, de derde pijler van de Green Deal. Medicatie en schoon water. En we zijn met een aantal partijen in overleg hoe we dat kunnen doen. En we besteden aandacht aan speciale dagen, zoals de dag van het veganisme en de duurzaamheidsdag. Met alles moet ertoe leiden dat we onze beloften ook waar gaan maken in de komende 10 jaar. Daar gaan we voor.